Ja, we hebben eigenlijk uh, de noodklok geluid bij zeven gemeentes in West-Friesland als het gaat om tijdelijke en flexibele woonruimte. Kijk, er is natuurlijk al heel lang een discussie in de regio over de vestiging van arbeidsmigranten hè, rond Hollands-Polen. Maar wat wij zien is dat de laatste tijd juist ook aan de bovenkant van de arbeidsmarkt arbeidsmigranten komen. Deze hoogopgeleide arbeidskrachten komen naar West-Friesland om bij grote bedrijven te werken. We weten alleen al dat Microsoft de eerstkomende tijd met duizend experts deze kant uit komt. Nou, Google is net zo groot, tel er nog duizend bij. Als je kijkt naar een aantal andere grote bedrijven, je praat zo over duizenden medewerkers. Er zijn tekortbedden, waardoor deze mensen allemaal uh, ja, op, op, op de normale West-Friese markt aangewezen zijn... Nou, de Westfriese markt is natuurlijk al redelijk uh, overspannen. Uh, we hebben al te kort uh, instapwoningen voor onze starters. Er zijn eigenlijk geen huurwoningen te krijgen. Uh, en dat komt nu allemaal bij elkaar en iedereen zit in hetzelfde uh, vijvertje te vissen. Voor de gewone Westfries wordt het steeds moeilijker om aan een betaalbare woning te komen. Flexwoningen zouden het probleem deels kunnen oplossen. In onze ogen zijn flexwoningen voor met name arbeidsmigranten is een oplossing om in ieder geval die hele groep mensen vanuit die, uit die West-Friese woningmarkt te trekken. Dan heb je die druk niet meer op de markt, waardoor de West-Friese onderling wat meer ruimte hebben om een woning te kopen of te huren. Het is niet alleen een problematiek van Horen of van Enkhuizen. Het is een problematiek van de regio. Dat moeten we gezamenlijk uh, oppakken.